raakte eerder ook al de topscorer kwijt van vorig seizoen. Maar die speelde ook nog niet eens altijd. En hij is dan nieuw, de nieuwe topscorer, André. Ja, door de benen van Waterreus heen. Dit is een vreemd moment, toch ook wel voor Nant, want het heeft de smaak van een voorsprong lang niet meer gevoeld. Dat was vorig seizoen. André gelanceerd en op weg naar Waterreus. Zo heeft hij eenvoudig succes door de benen van Waterreus heen. Vreugde om die treffer van de spits die van Bastia kwam. Overtreding van Heinze, voordeelregel. Ken. Schot. Ja. Het was Ramsey die zijn tegenstander daar meenam. Het is Ken die zich meldt voor de strafschop. De opgekomen man was Armand. Raak 2-0 voor Sedan. Voor Nant. En zo zet men de goede reeks voort zoals die werd ingezet zaterdag. En is het de man die van Sedan overkwam, die de man die van Bastia overkwam, hier volgt met een treffer. Binnen een kwartier. Dalma snel en weer raak. Aan het einde van de eerste helft bewijst hij zijn snelheid, zijn spectaculaire snelheid. En zorgt hij ervoor dat Waterreus voor de derde keer gepasseerd wordt. En zo is het dan 3-0 binnen 45 minuten voor Nant tegen PSV. Razendsnel, ook hier nog. Met het verschijnen van Nicky Voorhof en van Waterreus wist hij ook nog raad. Het aardige van het Franse voetbal is dat er uitgestoken arm bracht redding, anders was Armand er vandoor gegaan. Ja, dit is terecht dat je dat nog even ziet. Want dat is een fraai staaltje van techniek. Siani, één klein mannetje voor, daar is het kleine mannetje. En daar is het doelpunt. Fayerua. 4-0. Dat zijn de cijfers. De 75e minuut.
Daar is het doelpunt te maken. Bij de tweede kans die hij krijgt is het wel raak. Frans zal binnen 10 minuten op een 2-0 achterstand. Na 5 minuten gaat Ronald Waterreus niet echt vrij uit bij het doelpunt van André. En binnen 10 minuten krijgen de Fransen een strafschop. Die wordt genomen door Quin. 2-0 en het zou voor PSV nog erger worden. Want nog voor de rust komt Nantes op 3-0. Het lijkt wel gatenkaas in de verdediging van PSV en Dalma. Hij maakt de derde Franse treffer. Een kwartier voor tijd, 4-0 voor Nantes. Vaillé-Roy. Alle ruimte. Een blamage dreigt voor PSV. Toch komt er nog één Eindhovens doelpunt in blessuretijd. Het wordt gemaakt door John de Jong, na voorbereidend werk van Gakko Kietje. 4-1, een afstraffing dus voor PSV in Frankrijk. De andere wedstrijd